Goedemiddag, mijn naam is Michel Admiraal en ik ga iets vertellen over mijn recent verschenen reisboek Langs de Wegen naar de Hel. Zoals jullie zullen weten beschrijft het boek de reis die ik en mijn vader hebben gemaakt langs een aantal concentratiekampen in Europa. Ik beschrijf niet alleen de locaties, maar vertel ook iets over de achtergrond als we op weg zijn. Dit verhaal gaat over het Auschwitz-Oberen. Vanaf de hoofdingang splitste het spoor zich tweemaal. Eén stuk ging helemaal rechtdoor. Het andere boog af om ze daarna in twee delen op te splitsen, zodat de treinen aan beide zijden van het perron konden binnenkomen. Vanaf mei 1944 kwamen alle transporten met Joodse gevangenen hier binnen. Ik heb mijn vader gefilmd terwijl hij eenzaam over het perron liep, heel kalm, zonder één keer stil te staan. Waar dacht hij op dat moment aan? Aan het lot van de reizigers? Of was het aan zijn eigen oorlogsjaren, relatief veilig op de boerderij van zijn vader? Zou hij zich daarvoor hebben geschaamd? Hier vonden de beruchte selecties plaats die door de nazi's als Aussortierung werden aangeduid. Onder leiding van SS-artsen werd besloten wie naar de gaskamers ging en wie nog een tijdje als arbeidskracht nuttig kon zijn. Ook Josef Mengele nam aan deze selecties deel, op zoek naar slachtoffers voor zijn experimenten. Hij was in het bijzonder geïnteresseerd in eeneiige tweelingen, mensen met twee verschillende kleuren ogen of fysieke afwijkingen en mensen met een dwergpostuur. Glimlachend of een vrolijk deuntje fluitend deed hij zijn macabere werk, alsof niemand doorhad wat zijn ware bedoelingen waren. Er zijn diverse SS-foto's van het perron bewaard gebleven. Deze foto's stammen uit het Auschwitz-album. Dit album bevatte 193 foto's die zijn gemaakt door SS-Hauptscharführer Bernhard Walter, hoofd van de erkenningsdienst, de identificatiedienst van Auschwitz, en zijn assistent SS-Unterscharführer Ernst Hoffmann. Het was de bedoeling om dit als een presentie-exemplaar voor de kampcommandant te maken. Het toont foto's van de afhandeling van enkele transporten van Hongaarse Joden in mei 1944. Het album is door Auschwitz-overlevende Lili Jacobs ontdekt en zij komt op een van de foto's voor. Ze heeft het in 1980 geschonken aan Yad Vashem, de World Holocaust Remembrance Center in Jeruzalem. En het is daarom dat deze foto's voor het nageslacht beschikbaar zijn. Je ziet de drukte, de chaos, de onzekerheid op de gezichten van de reizigers. Moeders die hun kind erop tillen, vrouwen die tegen elkaar praten en oude mensen die even bij de veewagon zitten uit te rusten. Een oude vrouw die in de cameralens kijkt, een oude man die achterom kijkt. Een SS-officier die een man zonder broek en met één schoen aanhoort. Soldaten die nonchalant met elkaar praten. Je kijkt naar het leven, maar je ziet het gezicht van de dood. Mannen en vrouwen werden gescheiden. Echtgenoten moesten van elkaar afscheid nemen. Moeders van hun zoons. Er werden twee rijen naast elkaar opgesteld, op enkele meters afstand. Wie het waagde om een rij te verlaten voor een laatste tederheid, kreeg slaag. Daarna voerden de kampartsen de echte selectie uit om te bepalen wie nog voor het werk geschikt was. Vrouwen met kleine kinderen, ouderen en zieken vielen direct af. Meestal bleef maar een klein deel over, niet meer dan 25% van het transport. Alle bagage moest op het perron achterblijven. Aan de reizigers werd verteld dat het later werd opgehaald. Dat gebeurde inderdaad, maar niemand die het ooit meer terugzag. Hier zijn ook de 8 onderduikers uit het achterhuis gescheiden, na een zware treinreis van 1200 kilometer vanuit Westerbork. Otto Frank, Herman van Pels, zijn zoon Peter van Pels en Frits Pfeffer zouden in Auschwitz I terechtkomen. Anne, zuster Margot, moeder Edith en Auguste van Pels werden geselecteerd voor het vrouwenkamp. Ze zouden elkaar nooit meer terugzien, alleen Otto overleefde de oorlog. Wat zullen ze naar elkaar geroepen hebben, gehoopt of gevreesd, toen ze elkaar uit het oog verloren? Wat zou ik zelf hebben gedaan als ik met mijn vrouw en mijn kinderen op dat perron had gestaan? Wat zouden mijn laatste woorden tegen hen zijn geweest? Welke troost zou ik hen hebben proberen te geven? Zou ik uit de rij zijn gesprongen voor een laatste omhelzing?
Hoe voelt het eigenlijk om compleet machteloos van je familie te worden gescheiden? Jullie meer weten over mijn reisboek Langs de Wegen naar de Hel? Kijk dan op mijn website www.dekoningsboekerij/reisverhalen. Ik dank jullie voor jullie aandacht.